Katholiek zijn had vroeger iets totaals. Je was het van de ochtend tot de avond, van de wieg tot het graf, tot in het graf eigenlijk. Zeker tot 1950 zijn Nederlandse katholieken rooms in alles. En zich er voortdurend van bewust dat ze in niets protestant zijn of joods, laat staan atheïstisch. Tot in de jaren 50 wordt de gang van het leven bepaald door het kerkelijk jaar. Met het begin in december, met de advent, het hoogtepunt in het voorjaar met Pasen en zomers nog de uitloop van Pinksteren. Wij leefden eigenlijk op een tweede kalender. En ik denk dat dat voor veel katholieken toen vanzelfsprekend is geweest. Dus in de week had je je eigen kalender die bepaald werd door de, ja, ik zou bijna zeggen, de feestdagen die, hè, woensdag was een dag van de heilige Jozef en Maria was op zaterdag en vrijdag was het heilig hart. En daar werd de hele week, en de zondag was natuurlijk helemaal belangrijk, de week werd doorgestructureerd, maar ook het jaar werd er. Dus je had binnen de burgerlijke kalender, leefden wij ook nog met een kerkelijke kalender. Jozef maand was maart, Maria maand had er zelfs twee, Maria had mei en oktober. Dan had je nog, juni de maand was van het Heilig Hart. En juli de maand van het heilig bloed. En zo had alles toch werd als opgenomen in die kerkelijke sfeer. Een bloem werd ons door God gereikt. Een kind. Zodra een kind in een katholiek gezin het levenslicht heeft gezien, wordt het gedoopt. Daarmee kan beter niet worden gewacht, vindt de kerk. De doop is immers het toegangsbewijs tot de hemel. Niet onbelangrijk in een tijd dat nog veel baby's jong sterven. Gevolg van de snelle doop is dat de moeders er vaak niet bij kunnen zijn. Maar ze willen er straks in de hemel toch niet één missen. Dat is de pastorale wijsheid waarmee de moeders vrede moeten hebben. Wat ik toen ook gemist heb, toen al, ik klink misschien een beetje raar, is dat ik niet bij de doop van het kind aanwezig was. Dat was ook zo'n gebruik, je was niet bij de doop van je kind aanwezig. Je was alleen, ja, je mocht achteraf, als je uit bed kwam, mocht je een kerkgang doen. Heeft mij gestoord. Als de moeder van het kraambed is opgestaan, doet ze de zogenaamde kerkgang. Een gebed en een ritueel van lof en dank voor het nieuwe kind. Maar veel vrouwen beleven het als een reinigingsritueel. Vooral het binnenleiden in de kerk terwijl ze de stola van de priester moeten vasthouden, ervaren ze als vernederend. Dat aan de slip van die stola met de priester mee de kerk in moeten, alsof je iets gedaan had wat niet goed was. Terwijl we zelf vreselijk trots waren op de geboorte van onze dochter. En krijg je dan het idee dat het niet, ja, dat je iets gedaan had wat helemaal niet goed was, dat je weer in de kerk moest ingeleid worden. Heb ik niet als prettig ervaren. Ik heb het bij de volgende kinderen ook niet meer gedaan. De kerkgang is na 1960 vrij snel verdwenen. De kinderen groeien op in een meestal groot, veilig en besloten katholiek gezin. Die beslotenheid wordt een beetje doorbroken door de radio. Zij het dat ook daar een katholiek geluid te horen valt. Dat van de KRO. Speciaal de misuitzendingen. En de zaterdagavond met lichtbaken. En er is maar één woord voor. Naastenliefde. Negen heet de klok. Het was negen heet de klok. En het avondgebed met het Ave Verum van Mozart klinken vertrouwd in het katholieke gezin. Het was een veilige sfeer. God en de heiligen waren nooit ver weg. Die stonden om je heen. En ook in huis hing het kruisbeeld, stond een beeld van het Heilig Hart, stond ook een Mariabeeld. Dat Heilig Hartbeeld was trouwens 's nachts met een klein elektrisch lichtje een baken in het donker. Ook het Mariabeeld had zo'n lichtje, je had dus ook in het donker twee lichtpuntjes. Dus als het 's nachts donker was, en die ging van boven naar beneden naar de wc, dan zag je daar Onze Lieve Heer, dus het Heilig Hart, zag je
laten we zeggen, in een soort lichte dialoog met Maria in een andere hoek. Dat was heel romantisch. Dat was heel romantisch om te zien. Tot in de jaren 50 is het dagelijks leven, binnen- en buitenshuis, doordrenkt van het katholieke geloof. Je bent rooms in alles. Namen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zegt, je naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden, Vader, de brood te geven, zoals we bijna onze schuld geven. En wij niet in elkaar, maar van ons van de kwaad amen. Er werd 's morgens gebeden als je opkwam. Dus aan het ontbijt ging zitten, werd er toch onze Vader en wees gegroet, gepleegd. 'S middags werd de Engel des Heren gebeden voor het middagmaal. En 's avonds werd er weer opnieuw gebeden bij het avondmaal. Het gaf mij ook een zekere, zou ik zeggen, gevoel van veiligheid. Je wist wat je moest doen en laten. En als je dat deed, dan was het goed. Dan was je gelukkig. Als je het niet deed, dan was er nog wat sacrament voor de biecht. Hè? Dan was je weer verder, weer helemaal, laat ik zeggen, weer blij en gelukkig. Dat kon. Eén keer in de week komt de pastoor of kapelaan van de parochie op school om in elke klas catechismusles te geven. Ook bereidt hij de kinderen voor op de eerste communie. De eerste keer dat de kinderen de hostie mogen ontvangen is een heel belangrijke gebeurtenis. Dat werd gerepeteerd. Dat werd met een niet gewijde hostie werd dat inderdaad doorgenomen als een soort schablone. Dus hoe je moest knielen. En toen was het nog op de tong, hè. Nu steken we de handen uit en daar wordt het opgelegd. Maar toen moest je, en dat werd ook geleerd hoe je je tong moest uitsteken. En dan, die priester moest met duim en wijsvinger die hostie op je tong kunnen leggen. Tijdens mijn eerste communie had ik een brutaal vriendje. Die had ook de hostie op zijn tong. Maar toen hij terugliep naar de bank, stak hij zijn tong uit waar die hostie nog op lag. En zei, daar ligt hij. Die grappen durfde je nooit uit te halen. Maar dat jongetje heeft ook heel lang straf gekregen op school. Want die had een blamage van de communie gemaakt. Heeft ooit een ouder zijn kind met een zuiverder blijdschap gevolgd dan toen het de eerste maal ter communie ging, geheel verenigd in zijn kindschap Gods. Je eerste communie doe je in de eerste of tweede klas van de lagere school, als je 7 bent. Zelfs Napoleon noemde dat de grootste dag van zijn leven. Vanaf die dag hoor je er in de familie en in de kerk helemaal bij. Ik weet wel dat het een hele gebeurtenis was toen, met allemaal nieuwe pakjes aan, want dat sprak het meest tot je natuurlijk. En ik weet wel, toen ik die hostie ontving, en toen zei ik later dat ik in de kamer kwam, er zat weinig smaak aan. Ik proefde niks aan, want je dacht echt dat het iets bijzonders was, hè? Want zo werd het voorgeschilderd, maar ik vond er niks aan. Tussen je 12e en je 15e word je gevormd. Daar komt de bisschop voor. Later misschien zijn vicaris of een deken, hoofd van een aantal parochies. Bij het vormsel wordt het doopsel voltooid en het lidmaatschap van de katholieke kerk bevestigd. Daar werd je als het ware geconfronteerd met het oppergezag van de Roomse kerk. Het was net of de paus daar jou even liet zeggen van, en? Wat is bij jouw doopsel beloofd? Nu mag je het zelf zeggen. Zo ging dat. En dan werd je gezalfd. Ja, ja. En een soort ridderslag op de wang. Dat deed hij zo zachtjes dat ik denk, doe het nog eens over. Van vormsel herinner ik me alleen dat ik zat te wachten op die kaarslag.
Dat herinner ik me er alleen van. Wat ze hadden gezegd, je krijgt toch een pak op je sodemieterui voor die bisschop zitten. Dat hadden die groteren natuurlijk tegen wijs gemaakt. Dus je ging al zo met je wang naar hem toe. En dan krijg je een klein tikje hierop. Nou ja, dat vormt zo. Het zal echt wel goed wezen hoor. Het is echt wel goed ook voor de mensen hoor. Ik voel me niet gevormd erdoor hoor. En dan gaat de gevormde jongere naar het vervolgonderwijs of op zoek naar werk, liefst bij een katholieke werkgever. Hij is dan al een katholiek die in zijn geloof gelaarst en gespoord is. Rond 1950 wordt hem op zijn 18e jaar, op de drempel van de volwassenheid, vanuit de parochie nog een godsdienstcursus aangeboden die hem verder moet helpen. Ook als voorbereiding op die volgende grote en katholieke dag, het huwelijk. Als je bij het gemeentehuis een ondertrouw gaat, dan kom je in een raampje te hangen. Ze zijn voornemens in de kerk ging dat met drie roepen. Eerste roep, die en die en die en die zijn van plan in het huwelijk te treden. Eerste roep, wie bezwaren heeft, moet die melden bij de pastoor. En de volgende zondag, tweede roep, in dezelfde termen. En dan krijg je de derde roep. En na de derde roep krijg je dan de huwelijksdatum. Zij zullen trouwen in... voor Gods aangezicht in deze kerk op, en dan kwam de datum. Dat was nogal strikt geregeld. En ook de huwelijksplechtigheid zelf is natuurlijk toch wel een mooie ceremonie. Voor de rijken is er soms een mis met drie heren. En in elk geval een rijke versiering, veel kaarsen, veel misdienaars en een voltallig koor. Bij de armen blijft het vaak bij een stille mis. Wat minder bloemen, de koster als misdienaar en een orgel dat zwijgt. Mijn huwelijk, dat was, ja, ik trouwde, ja, met een vrouw natuurlijk, maar met nog een paardje, hè. Er waren twee paardjes die dag die trouwden. En, nou ja, wat weet ik ervan? Ik weet wel, ik was zelf niet zo zenuwachtig als de pest, want dat lijkt me niet, hè, zo in de aandacht zit. En dan, na de dienst, dan moest je naar de pastorie. En dan moest je een ding tekenen en dan kreeg je een kopje koffie. Nou, en dan werd je bedankt en dan ging je weer. En dan was het afgelopen. Voor een katholiek doodgaat, wordt hij, zoals dat heet, bediend. Hij ontvangt de sacramenten der stervenden, ook wel de laatste sacramenten genoemd. Dat zijn biecht, heilig oliesel en communie. Vroeger werd de huiskamer dan met grote zorg in gereedheid gebracht. Een kruisbeeld op een tafeltje, twee kandelaars met brandende kaarsen, wijwater en watjes voor de zalving. Was een zieke buiten bewustzijn, dan werd hem de absolutie, vrijwaring van zonde, gegeven, zonder dat hij ze had hoeven belijden. Een vertrouwd beeld voor veel oudere katholieken, een priester en een misdienaar op weg naar een stervende. Dan ging hij naar die zieke toe en dan liep er een misdienaar voorop met een lantaarntje, met een kaars hierin en een belletje en dan belde hij in. En dan als hij de biecht afnam, dan moesten alle mensen naar buiten. Want je mocht dat natuurlijk niet horen wat die goede, beste, brave, stervende man of vrouw zei. Dus ze werden allemaal de deur uitgejaagd. En dan, als het zover was, dan mochten ze er weer in komen. Als iemand overleden was, dan ging men naar de pastorie toe en dan bestelde men een uitvaart. Men vroeg... Zeg maar, wilt u een uitvaart doen voor vader, voor moeder? Graag eerste klas, tweede klas, derde klas. Dan had verschillende klassen daarin. De priester die besprak dit met de mensen. Die hield een kort gesprekje met die mensen. En die wist dan verder meteen al hoe dat die uitvaart zou verlopen. Want het lag allemaal precies vast in het Romeins missaal. De gezangen stonden vast, de gebeden, de lezingen. Alles was er precies.
preken deed men toen niet onder de uitvaart. Dat was toen geen gebruik. De uitvaart die gebeurde gewoon. En daarna ging men naar het kerkhof en werd iemand begraven. De begrafenis vindt plaats op een Rooms-Katholiek kerkhof. In dorpen bij de parochiekerk gelegen, in steden vaak buiten de stad, bij een uitvalsweg. En natuurlijk wordt er in gewijde aarde begraven. De begrafenis in gewijde aarde was er niet voor bijvoorbeeld de niet-katholieke huwelijkspartner van een katholiek. Ook niet voor ongedoopte kinderen en zelfmoordenaars. Zij lagen op een afgescheiden gedeelte van het kerkhof dat met een hek was afgezet. Zelfmoord was ongewijde aarde, gegarandeerd. Toen er nog grote kerkhoven waren, zoals ik ze ken. Prachtige kerk. Bijvoorbeeld in Roermond heb je een kerkhof. Daar reikt een katholieke graaf over de muur zijn hand naar een niet-katholieke gravin. Die in ongewijde aarde begraven was, omdat ze niet-katholiek was. En ze reikt hem over de muur een hand. Er was een jongen uit mijn parochie, uit de parochie Sint Michielsgestel, die deze eerste mis. Ik mocht mee assisteren. Ik vond het prachtig. Het was de eerste beleving naar mijn eigen eerste mis. Dus ruim en midden onder die mis werd ik weggehaald. En toen moest ik iemand gaan bedienen. En die iemand had zich opgehangen. Dat was natuurlijk wel een gebeuren tijdens een eerste mis. Paskaplaan wegwezen om iemand te bedienen die zich heeft opgehangen. En die mocht dan niet kerkelijk begraven worden. En de moeilijkheid, en dat moet je nooit vergeten, is dat die kerkelijke wet, dit soort wetten, soms, die stonden ook boven die pastoor. Die pastoor die kon ook verschrikkelijke pijn aan hebben. We hadden dezelfde pijn als die mensen. En van die kant, ja, moesten die wetten ook weg. Maar die werden, dat werd soms een soort heilig boek. Zo de godgewilde situatie nou. Crematie geldt lange tijd als bewijs van ongeloof. Wie dat laat doen, gelooft niet in het eeuwig leven. Zulke mensen, denken ze in die tijd, gaan toch naar de hel. Daar kan de kerk dus niets meer voor doen. Tegenwoordig is er op veel katholieke begraafplaatsen ook een urnenhof. Want het crematieverbod is na het concilie opgeheven. Na het concilie verandert het dagelijks katholiek leven ingrijpend. Het oliesel is niet langer het laatste sacrament, maar wordt het sacrament van de ziekenzalving. En soms wordt het in één liturgie aan meer hoogbejaarden en zieken tegelijk toegediend. Mogen de geest van God u vervullen en de hoop op leven doordringen tot in uw hart. Het persoonlijk sacrament omgevormd tot een publieke viering in de kerk. Dat geldt voor het heilig oliesel, maar ook voor de biecht, die midden jaren 60 opgaat in de boeteviering. Gezegend uw handen, die hebben gegeven en ontvangen, goed en kwaad. De kerk krijgt het moeilijk in de jaren 60. In de maatschappij worden allerlei kaders doorbroken en het gezag uitgedaagd. Zo gaat het ook in de kerk. Die verliest de greep op het dagelijks leven en drukt steeds minder een stempel op de gang van de seizoenen en van het jaar. De zondag wordt het staartje van het weekend en de deelname aan de misviering op zondag loopt elk jaar verder terug. De kerk is van vast dagelijks middelpunt tot incidentele versiering geworden. Je kunt je natuurlijk, doordat het zo snel en eigenlijk ook wel in veel gevallen zo gemakkelijk is gegaan, wel eens afvragen, hoe sterk was eigenlijk toch die overtuiging van vroeger? Hoe sterk was dat innerlijk geloof eigenlijk? Was dat wel hecht gefundeerd? Was het niet veel schijn? Was er niet veel angst voor het verliezen van het sociale gezicht bijvoorbeeld? Doordat er sociale controle was.
Wat betekende het als die kerken zondag stampend vol zaten en er 6 heilige missen op een zondagmorgen moesten worden gelezen om aan de vraag te voldoen, doordat er zondagsplicht bestond? Hoeveel van de mensen die daarheen gingen, gingen daar ook heen uit meer dan plicht, besef, plichtsgevoel? Hoeveel gingen er heen omdat ze wisten sociaal gecontroleerd te zullen worden? De regelmaat waarmee mensen vroeger naar de kerk gingen is helemaal weg. Sommigen gaan 1 keer in de maand of in de 2 maanden of nog minder. Pasen en vooral kerstmis hebben nog de meeste kerkgangers. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Daarom doop ik jou, Matthijs, met water. Opdat je leven zult met ons, het volk van God op deze aarde. Bij doop en huwelijksplechtigheden komen vooral familieleden. Een uitvaart brengt soms mensen naar de kerk die je er anders nooit ziet en ook niet meer zult zien. Mensen gaan naar de kerk als ze dat willen en bestellen er diensten, zoals een begrafenis of een doop. Ik vind het geen negatieve ontwikkeling, want ik zie het ook als een uitdaging. Vaak zie je dan weer mensen in de kerk komen die anders met die kerk niets meer hebben. Of misschien ook al nooit gehad hebben. En om dan proberen het leven van mensen goed te verwoorden in een dienst wat hun aanspreekt. Tegelijkertijd ook je eigen traditie trouw te blijven, dat ook mee te geven. Ja, dat vind ik, dat zie ik als een uitdaging. Bediend wordt er ook nog altijd. Nog steeds krijgen mensen de laatste sacramenten. Maar ook hier is de realiteit een stuk ingewikkelder geworden. De nieuwste vormen van pastorale zorg geldt mensen die om euthanasie hebben gevraagd. Het is heel duidelijk wat de kerk van zo'n verzoek vindt. De kerk wijst dat af. Een houding die het de individuele pastor in de praktijk soms erg moeilijk maakt. Als mensen concreet een beroep op mij doen, dan vind ik dat ik daarbij moet blijven. En dan samen kijken naar een... Zoeken naar een evenwicht tussen zeg maar leer en leven. Ja, daar met elkaar over te praten, daar vorm aan te geven ook. Of via een gebed, of via een gesprek, via een lied, of misschien een korte liturgie. Als dat mensen helpt, ja, wat de uitkomst dan ook is. Of dat nou toch niet overgaan tot euthanasie of wel. Ja, dat maakt dan niet uit. Ik vind het belangrijk is dat je bij mensen blijft, nabij bent tot het einde. Misschien wel tot en met het einde. Ook al zijn ze jaren niet meer in een kerk geweest, veel katholieken laten zich nog kerkelijk begraven. Al gebeurt dat veel minder eenduidig dan vroeger. De ene katholieke weg, van doop naar dood, heeft zich in vele wegen gesplitst. En al is het reisdoel voor iedereen nog hetzelfde, de reizigers zijn allemaal op hun eigen manier onderweg.